Nee, maar Squadra. Die ploeg die valt terug op afspraken die ze maken. Daarom spelen ze ook altijd op een bepaald niveau. En alleen, ja, zij hebben en vandaag de pech en ze benutten de kansen niet. Maar als het water aan de lippen staat, dat was ook thuis tegen FC Utrecht. Ja. Toen ze met 10 man kwamen te spelen, in één keer gooien ze wat van zich af. En dan spelen ze hartstikke goed. Het was een enorm tempoverschil met die wedstrijd van vanmiddag om 12:30. Ja. Nou, wat vind jij bijvoorbeeld van Joran Lammers? Het is weer zo'n typische Ajax-voetballer waar Bert het al over heeft. Iets minder bravoer zou het mannetje goed doen. Keurig in de techniek, allemaal prima. Maar als er echt wat wordt gevraagd qua mannelijkheid, ja, dan staat hij ook niet op. Ja, maar je ziet aan die jongen dat hij gewoon nog heel veel ritme mist. Als hij leert en in staat is om te anticiperen, om dingen sneller te zien, maar in ieder geval sneller te spelen, dan zal zijn spel met 50% verbeteren. Dat is dat voorbeeld van Jan. Hij moet hem in één keer tussendoor spelen. En hij neemt hem altijd extra aan. En nog een keer te veel. Hij brengt hem altijd. En ik zeg niks nieuws, want ik zeg dat hebben, denk ik, alle trainers tegen hem gezegd. Als je wilt winnen, moet je scoren. Dat is een waarheid als een koe. En we hebben gewoon alles in eigen hand. Als we alles winnen, dan zijn we kampioen.